In het woongebied La Recontre in het district Vanica heeft de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM haar waternet uitgebreid. Het gaat om 8 kilometer aan nieuwe hoofdbuizen die zijn aangelegd. De SWM heeft baanbrekend werk verricht om binnen een aantal maanden het geheel aan wateraansluiting in orde te maken voor u. Uw aandachtspunten hebben wij min of meer kunnen bewerkstelligen. Het is voor ons een waar genoegen dat u nu water heeft. Ik ben hier al 30 jaar. Toen ik hier ben gekomen, had je dus D&D met een druppeltje water. Maar hier hebben we gevochten. Ik heb papiertjes gemaakt, helemaal al bijna 25 jaar. Ik ben helemaal bij Assemblée zelf gegaan tijdens de vorige regering. Ik zeg niet dat ze niet goed zijn. Maar met deze regering hebben we toch gezien dat ze moeite hebben gemaakt. Want we zaten hier zonder water. In 2000 is de mensen van SWM thuis bij mij gekomen om te vragen, meneer, hoe is de druk van je water hier? Ik heb gelachen. Middag, wie houdt weer voor de gek hier? Ze zijn 3 of 4 keren bij me geweest. Meneer, van haar druk van water voor jou. Middag, hoe nou, water? Attack, meneer, mijn kantoor is sorry dat meneer kon ik op jouw water deed. Ik woon al 60 jaar hier op Lara Country. En dan 2012 zijn die mensen van SWM gekomen, 2 dames en een heer. En ze hebben gezegd, meneer, ja, als het kan moet je 55 gulden betalen voor een erfkraan. Want binnenkort gaan we erfkranen zetten voor de mensen. Ik dacht, meneer, we hebben geen water. Als dat water gaat komen, als je die 55 gulden gaat betalen, dan gaat de SWM zorgen dat je water hebt. Meneer, ik ben met alles gekomen hier. Mevrouw de commissaris, als u even kijkt, al die kwitanties heb ik hier. En kijk, alle kwitanties zijn daar. Ik had 55 gulden betaald. Ik wil de directeur vragen en verzoeken. Ik heb 55 gulden betaald. In die tijd, ik wil een erfkraan hebben, want ze hebben beloofd. En in die kwitantie staat het geluk. In 2012, meneer de directeur, het, hè? Maar Tamara Yabakran. Niet eens zo goed dat Tamara Yabakran. Ja? Oké. Okay. Ik heb opdracht, maar ik heb met een paar foto's van aan, zie. Ja. Ik kan me nog heel goed heugen dat toen wij hier in 2008 bezig waren met ons veldwerk, waren we thuis bij een mevrouw en die mevrouw vertelde aan ons van, meneer, als ik u zeg dat dames onze zonen niet willen huwen omdat we geen water hebben en we water uit de goot gebruiken, dan kunt u zich voorstellen hoe groot en hoe erg dat probleem was. Ik ben echt blij, want die meneer die net gesproken had, zei 32 jaar, volgens mij was het langer dan 40 jaar. Ik weet niet hoe lang Domburg geen water heeft. Maar ik ben blij dat vanaf vandaag dat wel het geval zal zijn. En ik ben blij dat wij allemaal vandaag hier staan om dit fantastisch moment met elkaar te kunnen getuigen, met elkaar te kunnen vieren. Wat heeft u gekregen vandaag? 9 kilometer, bijna 9 kilometer aan buizen erbij. Wat heeft u gekregen vandaag? Een druk dat op niveau is. 1100 huishoudens kunnen worden aangesloten. Dat is wat vandaag gerealiseerd is. Het is geen kleine zaak. Het kunst- en vliegwerk dat verricht wordt door de heer Oosteling en zijn team zijn natuurlijk een pluimpje waard. Maar ook u als bevolking wil ik bedanken. Bedanken voor uw geduld. Bedanken dat u, zoals de meneer het heeft gezegd,
dat u netjes conform de regels uw wensen en grieven kenbaar gemaakt heeft. Bestuursdienst dat aan de deur is blijven klokken en aan de deur is blijven kloppen en zeggen: de mensen van ons hebben het water nodig. Hiermee kan je geen grappen maken. Dit is survival van je mensen. Dit is voortbestaan. Water is een heel belangrijk recht van u. En dat recht komt vandaag beter tot uiting. Ik ben zo blij voor de mensen. Ik kan me niet indenken dat je ergens woonachtig bent zonder water. En nu is het moment ze geboden dat ze schoon drinkwater straks uit de kraan mogen hebben. Vandaag is inderdaad de eerste aanzet, maar de overige volgen zo aanstonds. Het gaat om een aantal wegen. Het gaat om 1100 huishoudens die voorzien zullen worden van water. We hebben de infrastructuur aangelegd voor de mensen. De hoofdbuizen hebben we aangelegd. En de mensen zijn zo vrij om te komen om de aanvraag zelf te doen bij de SWM. Waardoor ze water in hun woning kunnen krijgen. Nou, het is een tijdje vanaf gegaan. Het is het tweede deel. Het eerste deel hebben we uitgevoerd aan de voorkant. Het is het tweede deel en ik dacht dat we nog een deel hebben. Een paar straten die nog gedaan moeten worden. Maar die gaan we zo snel mogelijk afslaan ook. Oké, en binnen welk termijn denkt u dat af zal zijn? Dus in principe zijn we elke dag bezig. En het streven is dat het derde deel, noem het zo, volgend jaar zeker aan de beurt komt. Okay. Hoeveel tijd heeft het ongeveer genomen om dat moment dat we vandaag hebben ervaren hier te bereiken? Ik dacht globaal 4 maanden. We hebben hier aangelegd, pak een beet, in 8 kilometer aan hoofdbuismateriaal. Hebben we hier geplaatst voor de mensen. En het zij zo. Het is geen verkiezingsstunt. U heeft er recht op. En ik wil dat u het moet weten dat de regering Bouterse Adien geen grappen maakt met uw burgerrechten. Water is een burgerrecht. En dat brengen we naar u toe. Ik wil u alle feliciteren. En ik wil dat we gaan naar het groot moment waar u op zo lang op heeft moeten wachten om schoon kwalitatief drinkwater naar u toe te brengen.